Nee, niet de koe! Oh. Oké, hebben we een grotere variant? Nee. Oh nee! Ze vallen elkaar aan! Wat is dit nou weer? Ja, op een manier, dames en heren, krijgt altijd voor elkaar superleuke creatieve plekken om te spawnen. Dames en heren, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Mods. We staan weer in een nieuwe wereld. En ik word altijd gespawnd op leuke plekken en op dit moment sta ik op een zeer eenzaam eilandje. Goeie spawnplek. Vandaag hebben we even iets leuks. We gaan even terug naar heel veel miljoen jaar geleden. Echt heel veel. We hebben namelijk een mod geïnstalleerd wat te maken heeft met dinosauriërs. Zoals je hier ziet staat hier een heel nieuw tabblad. En als je alleen nog hierop drukt... Oh my god. Yes. Ja hoor, dit zijn allemaal botten van dinosauriërs. En je hebt hier ook daadwerkelijk dino's die je kan spawnen. En je hebt hier ook gewoon van allerlei dingen staan. Wat is dit? Volgens mij zijn dit opzetstukken of zo. Wow! Dat is een grote beer. Even kijken, wat heb je nog meer allemaal? Je hebt echt van alles. Wow, dit zijn allemaal dino's die je kan opzetten. Zodat je bijvoorbeeld een museum kan maken. Dat is toch wat ik zocht. Even kijken, we gaan eens wat neerzetten. Oh, jemig. Die is ook niet al te groot. Het leek echt alsof ik een heel groot ding ging plaatsen. Maar ik vind hem wel schattig. We hebben hier nog meer. Oh, nice. Oh, jemig. Ik denk al zijn ze niet zo groot die dingen. Maar hier komt in één keer een hele grote. We hebben nog meer. Dit is een action figure. Die is ook niet zo groot. Dit is ook een actiefiguur. Oh, die is wel wat groter. Oh, die is er eigenlijk... Oh, die is er... Oh, oké. Die ziet er wel leuk uit. En de volgende is... Oh, nice. Oh, dit is echt een typische dino hoe die eruit ziet. Dit is echt awesome. Maar het leuke is... Er zijn ook levende dino's. Zoals je hier ziet, dames en heren. Allemaal spawn eggs... je kan een baby dinosaur. Sneak en right click. Oeh, dat vind ik leuk. Oké, we gaan eens de eerste drie gaan wij erbij pakken. Oké, dus we gaan hier staan. Dan doen we eerst eentje neerzetten. Oh! Bro, jij bent groot. Holy shit. Alles goed? Hallo? Ik probeer te communiceren trouwens. Oké, maar het was dus... sneak en right click voor de baby variant. Hey! Oh ja, dat is echt de baby variant. Die staart! Hoe dik is zo'n staart alleen al, maat? Gast, hoe hoog ben jij? Ik ga het even meten in blok hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je bent 21 blokken hoog, man! Dat is toch onhandig zo'n lange nek? Oké, we hebben hier nog een koe. Wat? Een koele kant. Dus een koele kant. Oké, een koele kant. Volgens mij is dit een vis. Ik heb water nodig. Vis in het water. Ja, dit is een vis. Ik had gelijk. Die ziet er echt heel raar uit. En de baby variant. Oh, jemig. Ik kan jou niet eens zien, man. Oh, sorry. Ik heb je wel ingesloten. Ben je te dik om omhoog te gaan of zo? Hey, leiert. Wacht. Ik ben benieuwd hoe die eruit ziet in zijn natuurlijke habitat. Ja, mooi vis. We hebben hier een Dilophosaurus. Doe eens de baby variant. Oh, jij hebt een leuk geluidje. Maar de echte, hoe ziet die eruit? Hey, wat? Wat pakte jij? Oh, dat dorp bij jou. Oh, dit is niet de vriendelijkste volgens mij. Hij heeft zijn lok. Oh. Je kan ze wel vermoorden, maar je moet je wel zijn. Oh mijn god. Hij is wild. Hij is helemaal wild. Wat is dit? Oh, white wool. Ik denk al krijg ik cool iets van de dino of zo, maar dat viel wel mee. Oké, die is helemaal wild. Dat zijn best wel leuke dino's. We hebben nog meer. Even kijken, een gallimus. We hebben een microraptor. We hebben hier een musaurus. We hebben hier een paraloptor. Heel veel verschillende namen die ik toch niet kan onthouden. Dus we beginnen met de gallimimus. Hallo, alles goed? Ja, dat is een ja volgens mij. Oh. Ik wil een kleinere variant. Maar die is groter dan die. Zijn er überhaupt verschillende groottes? Wow, die is nog groter. Je hebt allemaal verschillende groottes ook nog in soort. Dat is dope. Ik denk dat ik hier van... Hij is erbij gaan liggen. Hij denkt, het is weekend, bekijk hem maar. Oké, kan ik een dingetje van jou krijgen? Heb je die dus dan nog groter of zo? Oké, die is iets kleiner.
Die is net zo groot. Volgens mij is deze gewoon in het algemeen heel groot. Oh my god. Oh, ik heb iets anders gespand. Oh my god, waar heb ik gespand? Oh, dit is een mail. Huh? Dit is het vrouwtje en dit is een mannetje of zo. Oh shit, dat is echt awesome. Oké, leuk. Even kijken, spawn die. Oh, jemig. En heb ik de baby variant? Oh, die kan je helemaal niet zien. Die is best wel klein. Ik weet niet wat het is. Dit is een micro raptor. Oh ja, micro. De naam zegt het ook al. Even kijken, een moesaurus. De baby variant en de grote variant. Oh. Zo, je klinkt net zoals mijn auto. Die start ook nooit. Nee, dat valt wel mee. Oh, die gaat er ook lekker bij liggen. Oké, gezellig. De Parapetosaurus. Oké, dit is de baby variant. Kan je nagaan. Zo! Goedemorgen! Jemig! Oh my god, ik heb echt een dino park gemaakt. Dus ik, oh my god, als hij gaat liggen, dat ziet er zo leuk uit. Oké, drie ceratops. Dat communiceren, dat gaat steeds beter. Oh, dit is de baby variant. Maar heb je deze nog groter? Oh my god, dit is echt... sick. Dit is echt een awesome mod. En we hebben dan deze nog één. Oh, die heb ik al net gespawnd. Ja, oké. Super vet. We hebben nog een paar meer hier staan. Kijk, die Triceratops, die had ik volgens mij al gespawnd. Volgens mij stonden die hier. Kijk, ja, die had ik al gespawnd. We hebben nog twee dinosauriërs in deze modpack. Oké, de baby variant. Oh, ik span eerst de grote ongeluk. Dit is de echte dino. Zoals hij ook in films en zo is. Nee, niet de koe! Oh. Oké, hebben we een grotere variant? Nee. Oh nee! Ze vallen elkaar aan! Die animatie dat die omvalt. En hij begint ervan te eten? Oh my god. Ze zijn waakzaam ineens. Ze staan allemaal op. Ze zijn bang voor die. Gaan ze nou naar die toe? Oké, die is letterlijk nu gewoon verdwenen. Oh my god, dit zijn allemaal onderdelen van hem. Wat? Geef mij die spullen. Sorry, ik stel even alles. Wow. Oh, ze gaan daar achteraan. Die rennen nu weg. Oh my god. Dit is echt fantastisch. Maar wat doen hun? Zijn hun er niet bang voor ofzo? Kijk, wat heb ik net gespawnd? De Tyrannosaurus. Dat is ook de meest bekende. Stel, ik spawn die gewoon letterlijk eentje hier. Worden zij daar bang van? Ik heb een grotere nodig. Oh my god. Ik heb even eentje nodig die klein is. Oké, ik heb meer van deze dingen nodig. Deze zijn awesome. Ja, kijk, er wordt weer een aangevallen. Die animatie als die omvalt is zo cool. Ja, hier. Ze zijn in gevecht nu. Met z'n drieën. Oh, ze vluchten of zo voor elkaar. Of met z'n allen. Oké, dat gaat niet helemaal goed. Dit is echt super vet. En we hebben hier nog deze. Deze komen ook al bekend voor. En als ik hier zo'n grote beer langs zet. Groter. Ja, zo groot. Oh my god. Maar deze, die werden wel bang toen er een gevecht gaande was. En toen stonden ze ineens op. We hebben nu... Oh, kijk die animatie als hij omvalt. Dat is echt zo vet. Oké, deze mod is echt awesome. Oh, hij is ook gewoon in die waterput gaan liggen. Kijk, is hier nog inderdaad iets spannends gaande? Oh my god. Deze zijn allemaal gesneuveld. Wat jij nou? Oh, die valt die aan. Oh my god, krijg je dan ook animatie dat die omvalt? Volgens mij is die te slow om weg te gaan. Oh nee, die vogeltjes gaan er nu hierheen om hier te eten of zo. Deze mod is echt super goed gemaakt. Holy damn. Maar even kijken wat voor coole dingen er allemaal meer zijn. Oh shit, die beesten zijn echt gevaarlijk. Oké, we hebben hier een Jeep Wrangler. Oh my god, een auto. Mop, tegen de dinosauriërs. Oh, ik heb gecrashed, mijn excuses. Oké, die is kapot. We hebben een Jeep. We hebben een Ford Explorer. Oh my god. Jurassic Craft. Deze is echt awesome. Oh, dat laat ook een spoor achter. Hallo. Ik rij even over u heen. Goedemorgen. Goedemorgen. Oké, dit is echt cool. Hallo. Even die skeleton dood. Zouden ze boos worden op mij?
suggestie in Game of Survival. Is dit... Ben ik nu gevaarlijk bezig? Zou ik rijden tegen de dingen aan? Mocht hij dan boven mij? Nee, valt mee. Ik had verwacht dat hij echt flink boos zou worden. Oh, mijn auto! Nee! Hé, hij sloopt mijn auto! Nee, 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 niet van, nee, 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 dat is mijn auto! Hallo, oh, excuses meneer! Oké, ik denk dat ik nu iedereen boos heb gemaakt. Nu is het moment om weg te reizen. En dat is hierdoor. Vlieg! Stijg op! En dan heb je 140.000... mijn game is gecrashed. ja. Verder, de mod is super ziek. Want die kan dus gewoon dinosaurus en zo dus in de game. En die vecht ook met elkaar. En zijn ook animaties. Ik wilde de helikopter testen. Die werkte niet. Want toen wilde ik opstijgen. Toen deed hij het niet. En toen ging ik dood. En toen crashte mijn game. Dus ik denk dat dit het moment is. Dat ik de opname ga stoppen. Want ja, er valt niks meer te zien. Want ik krijg hem ook niet meer opgestart. Vervelend, dames en heren, hopelijk hebben jullie wel genoten van deze mod. Willen jullie nog meer mods zien? Laat alsjeblieft weten ook welke mods. En laat dan je weten in de reacties of je dit ook een leuke video vond met de mod erbij die jij nog wil zien. Ik ga kijken of ik dan een leuke review voor jou kan maken, want dit soort mods checken blijft natuurlijk super vet. Ik zou zeggen, laat het achter in de reacties. Abonneer op dit kanaal, druk op mijn belletje, want als je op mijn belletje drukt, krijg je elke dag om 6 uur een fantastische melding dat er weer een leuk nieuw Minecraft filmpje online staat. En binnenkort ga ik trouwens ook streamen op Twitch en dan ga ik bijvoorbeeld... Ik zoek tegen mijn microfoon aan. Dan ga ik ook Formule 1 streamen. Ik ga ook wat Minecraft streamen. Wat leuke dingen doen. Dus dat komt er ook nog allemaal aan. Ik zie jullie graag bij de volgende video. En ik zie jullie morgen om 6 uur. Ciao!